Kom, hier, kom. Deze kant, nu. Zomaar aanhalen wil ik niet hebben. Zo, en currypoeder. Vandaag zondag 1 september 2019. Het is nu net bijna 10 over 3. En ze krijgen wat lekkers. Wie? Dat is 1. Dat is 2. Wat dan? Is oké. Okay. Is voor jou. Goed zo! Dat is een lekker lofkop. Kom dan. Kom hier. Lofvlieg. Pak dan. Pak dat ding in hier. Pak dan. Deze bank mag je wel, maar niet op die bank. Kom dan. Dan niet. Zacht rein. Hier, even. Ja. Kom maar liggen. Goed zo. Ja, hij is voor jou. Hier. Is voor jou. Kouwe. Kou dan. Ik ga spelen met jou. Camera schild? Nee hoor, dat ben je helemaal niet. Zo. Die heb je nog van tante Jessica gehad en van oma Gert-Jan, dames. Ja, lekker. Ja? Lekker. Dus, bedankt tante Jessica maar. Wat zeggen we dan? Dankjewel tante Jessica! We zijn er blij mee! Voor het niet. Gras, beauty! Hé, hey, kom. Ga je mee? Kom maar. Kom. Goed zo, dat is braaf. Daar blijven. Dat deed Max toch ook in het begin? Kijk dan, mooie vleugels uit. Goed zo, meisje. En wie is aan het zwemmen? Ja, kom maar. Beauty, kom. Kom. Ga mee. Beauty. Op het gras blijven, meis. Ja, een hele goede middag. Ja, zoals jullie zien ben ik dus aan het... We zijn aan het lopen. Ja. Met de hondjes, uiteraard. En er zijn ook weer andere hondjes. Helemaal geweldig, helemaal leuk. Helemaal leuk. Dus ik wacht even met mijn vrouw. Hi. Hi. Dus. Volg lijn. Kom. Ja hoor, volg lijn. Kom, hier, kom. Deze kant, nu. Zomaar aanhalen wil ik niet hebben. Nee, vragen doen we niet. Moeilijk. Dat is heel moeilijk. Nee, maar ik wil dus even op mijn vlog teruggaan van afgelopen vrijdag. Dat die dus online kwam. Dat was volgens mij van de 16 augustus uit mijn hoofd. 15 of 16 augustus. Maar anyway, daar was dus in te zien dat ik jullie uitlegde dat wij dus een... Even geen vriendschap meer hebben met Jessica. Ik praat totaal niet slecht over Jessica. Zo wil ik ook niet overkomen, want dat is een topper. Maar ja, ook ik heb mijn dingen. Zoals ik heb ook een laag IQ. Daar schaam ik me ook niet voor. Maar ik heb ADHD. Ik heb PTSS. Nou, dat heb ik nog nooit aan jullie verteld, volgens mij. Maar oké, maakt niet uit. Nou, dan kan ik ook in één keer heel anders uit de hoek komen... Zoals mijn man wel weet, maar oké, dat maakt niet uit. Ik wil dus ook in principe nog steeds mijn rijbewijs halen. Maar ik ben weer te bang om dus te gaan zakken. Dus wat doe ik dan? Ik ga niet door en met mijn theorie helemaal niks. Geen autorijles. Want ik ben gewoon bang om te gaan zakken. En dat kost allemaal zoveel geld. En dat leven is al zoveel geld.
Dus ja, ook ik heb mijn mankementen. En ook ik heb mijn hulp thuis van Scherelo. En van Caroline. En zij helpt mij ook met het een en het ander. En nee, daar schaam ik me niet voor. Waarom moet ik me daarvoor schamen? Omdat ik hulp krijg? Ja, nou en, boeien. En mijn hulp mag gewoon eenmaal niet op de vlog komen. Maar ik heb het wel. En als ik al iemand help voor diegene ook om hulp te krijgen. En diegene die gooit zijn kont in de krip, om het zo maar te zeggen. Er zijn meerdere hoor in mijn leven die dat hebben gedaan. Maar toen vlogde ik nog niet. Ja, dan wil ik dat gewoon ook kwijt aan jullie. Van, ja, misschien weten jullie hoe je daar weer mee om moet gaan. Ja, en dan kan ik wel een hele verhaal krijgen van ja, maar dat is niet ver dat je zo over Jessica praat. Maar je kan ook, kijk, het is twee keien, twee schuld. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ja, als ik op dat moment gewoon even, op dat moment gewoon mijn eigen ik even eruit wil spuien. Ja, kijk, wat ik gewoon niet leuk vind, weet je, dat ik sta in principe voor haar klaar. En mijn gevoel is dus dat ze dus op vakantie gaat. Dat mag, iedereen mag op vakantie gaan. Maar dat ze dus wel tegen mij en tegen Ro gewoon liegt van, joh, ik ben en bij mijn familie, terwijl ze en bij iemand anders is. Ja, sorry, maar dat gaat er bij mij dan niet in. Dan denk ik van, ja, waarom moet je liegen en bedriegen in mijn ogen? Misschien voelt het voor haar dan niet zo, nou, dat kan. Maar ja, weet je, ik praat niet slecht over dat. Dat wil ik helemaal niet zo overkomen. En jij mag ook wel wat van zeggen? Natuurlijk, want jij bent even aan het... Ja, maar dat kun je ook wel mee praten in plaats van niks te zeggen. Want ook jij hebt ook je mening erover. Nou, ik vind het een beetje jammer hoe het gegaan is. Ik bedoel, je had zo'n goed contact, zeg maar. Ja, maar jij ook. Ja, en ook word ik buitengesloten. Terwijl ik ben alleen met jou, maar... Vraagtekens. Ja. En we gunnen haar gewoon de rust die ze op dit moment nodig heeft. Ja. Dus, ja. En als ze de rust wil hebben, nou ja, prima. Be my guest. En de deur die staat altijd open voor. Altijd. Dus dan weet dat ook yes. Altijd. Mijn deur die staat altijd open. En ook voor Gert-Jan. Dus, Ja. Twee deuren open. Bij Ro, en die zijn huis verkocht heeft, nat. Vier deuren dan. De buitendeur en de binnendeur. Kijk. Ja. Dus nee, maar dat komt wel goed, mensen. Zij heeft gewoon even op dit moment even lekker... Zo, mijn arm die gaat pijn doen met mijn schouder. Nee, maar zij heeft gewoon op dit moment lekker even de rust nodig. Nou, die gunnen we haar. Eventjes dat ze lekker weer... En tot Jessica haar zelf weer een beetje kan komen, ja. Toch? Ja. Dat is ook heel belangrijk. Dus ja. Dat wil ik er even over kwijt. Misschien kom ik er nog wel meer op terug, maar... jullie zijn te gast op mijn YouTube-kanaal. En dan mogen jullie haat spuien, andere dingen spuien. Maakt helemaal niet uit, dat is prima. Maar het is mijn kanaal. Ja. Het is ons leven. Nou, het is eigenlijk mijn en mijn oude kanaal. Maar Roos is bijgekomen. Dus het is in principe nu ons kanaal. Maar ik noem het nog wel eens steeds mijn kanaal. Maar oké. Okay. Ja. Dat en dat tenzijde. Maar... Ik ben gast op jouw kanaal, deelt je. Nee, maar... Permanente gast. Ja, precies. En de hondjes ook. Ja, en morgen begint school weer. Dus ja, dan zal ik ook weer wat minder gaan vloggen. Dus dan zal het waarschijnlijk weekvlogs gaan worden. Zou maar kunnen. Dus ja, ik denk, ik zeg het even alvast. Dus ik hoop wel dat ik eigenlijk elke dag kan vloggen. Gebeurt dat niet, dan wordt het dus weekvlogs. Ja. Het is niet anders. Maakt niet uit. Geef niet. Komt allemaal wel goed. Hi kind. Ja, kom we misschien eens even bij je. Zometeen. Ga eens even kijken of ik takjes kan vinden. Hou jij dan eventjes de riem even bij je? Ja, moet wel even de goede pakken allemaal, hè? Vanzelf. Alsjeblieft. Ik zal eens even takjes gaan zoeken, mensen. Gaan jullie mee helpen zoeken? Even takjes vinden. Stonkjes, waar ik mee kan gooien. En wat de kinderen jou, hè? De hondjes leuk vinden om erachteraan te gaan zwemmen. Ja, kijk. Hier heb ik een takkie. Kijk eens, dames. Kijk eens.
Is er nog meer takkies? Geen idee. Ja, mag ik die? Goed zo, los. Los, 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 los. Mag ik erbij? Met je vieze baggerpoten dat je erop staat. Ja, hallo, ik wil erbij. Dank u. Kijk eens. Kijk eens. Ja, en niet bij mij uitschuddelen. Dank u. Heel fijn. Dat jullie het toch even doen. Hè? Ja. Ik ga takkies zoeken voor jullie. Kijk, ik heb hier een... Wie wil deze kapot maken? Wie? Wie? Niet? Niet? Hier, kapot maken. Ja, doe maar. Kapot slopen. Ga maar slopen. Ga maar slopen dan. Slopen dat ding. Ga ik zoeken voor jullie. Kan ik niet. Ja, daar zit ik onder. Ja, ja. Handig. Moet toch in de was. Scheelt weer. Oeh, ja, geef maar. Geef maar. Geef maar. Dan ga, of jij gooien. Of ik gooien. Ik gooi en jij filmen. En dan pak jij mijn telefoon over. Ja, kijk eens. Waar hier hoor. Dan. Je gaat spreken. Zitten. Ga je ook spreken? Sinds wanneer? Ik weet. Waterrat. Ga jij zoeken? Ga jij nu gooien? Hey, niet bij mij vechten. Oeh. Nee, de stouw. Los is niet van jullie. Takkies mogen jullie hebben. Kijk eens hier, dames. Kijk eens. Dames, kijk eens. Kijk eens. Kijk. Kijk eens. Ja, en ik laat het weer lekker vallen. Kijk dan. Zitten. Nee, zitten. Blijf, lof. Nee, blijf. Blijf. Zit. Blijf, zit. Zit. Dat was een kuil. Dame, zitten. Ik wil een foto van jullie maken. Kun je even ook even bij me? Ik wil een foto van hun maken. Zitten. Lof. Naast elkaar. Kom hier. Zitten. Nee, dat is de verkeerde kant. Nee. Zit nu. Zitten, dames. Kijk eens. Lof. Kijk. Nee, naast elkaar. Jutti. Nee, laat maar. Los. Kom maar. Lekker zandhappen, hè? Kijk eens naar mij, kijk eens naar het vogeltje.
Kijk eens naar het vogeltje dan. Konijn, schat, kom eens. Nee, schat. Er zit ook namelijk hier modder. Nee, hier, precies hier. Ah, heel mooi. Ze gaat het zo meteen proberen. Ja, maar wat denk je? Elke dag spelen met de zus hier. Dan word je ook wel snel. Komt daar weer eens een grote hond aan? Nee, toch? Joek, of voor een hond. Ga ik filmen omdat jullie gek doen en dan stoppen jullie weer met gek doen, hè? Kom dan! Kom dan! Nou, Rodi heeft nog steeds last van zand in zijn mond. Zand, schuur de maag. Lof! Ga kijken bij je zus! Beauty, ga kijken bij je zus! Ja! In die straat bijten, ja ja. We zijn er volop. Kom maar, ga spelen. Hey kinders, ga zwemmen dan. Ga zwemmen. Ga erin. Joe, plons. Plons. Lekker zwemmen. Hey, ga zwemmen dan. Go. Mag. Doe maar. Samen opzwemmen. Ja, ja, oké. Okay. Echt, hè? Kin, mag ik gooien of niet? Nee, mag niet. Eén, twee. Ja, dan moet je snel wezen. Eén, twee. Ja, dan moet je verder gooien. Ja, we lopen dus nou... Alweer, maar Lotte zijn we al uit, toch? Ja. Ja. Richting de vlindertuin. Ho, sorry, schat. We zien je. Hey. Zo. Ja. Eens kijken hoe mooi. Mooi landschap. Is toch mooi?
Ah, dit is zo mooi. Rody loopt achter me. Mijn beauty. Dames, ga jij even die kant op? Heel graag, dank u. Nee. Door. Keurig, goed zo. Ga je mee? Goed zo, door. Door. Hé, hey, door. Door. Goed zo. Ja, ik kreeg nou net even een hondje eventjes een soort van les. Dus dan moeten ze doorlopen. Dan hebben ze een soort van lange lijn. Dus, en dat ik gewoon met jullie aan het praten ben. Dan moeten we wel luisteren. Nou, en wat hebben we hier voor een mooi tafeltje? Een heel mooi klein lief tafeltje. En bij de vlindertuin. Rijgersbergen. Ga je daar echt nou bang voor zijn en voor zo'n tafeltje? Kom, kijken. Nee. Dat is... Nee, ze mogen ruiken. Nee, ik heb er niet want, aan de eind. Nee, maar dan moet je nee, haar... Nee. Beauty, kom eens hier. Ga kijken. Ga kijken. Los, hè. Plantjes los. Plantjes los, stenen ook los. Goed zo. Zie je dat het niet erg is? Steentjes los. Kom maar, ga je mee? Kom. Nou, dit is dus de vlindertuin. En Rijgersbergen. Ja... Vogels in een rond park doorsten, kijk. En je hebt allemaal verschillende vlinders. Kijk, vlindertuin Rijgersbergen, mensen. Kom maar, yeah. Goed zo. Ik ga nog even richting Schreeuw, want ik moet nog wat halen. Spekjes, dus ik ga nu even gewoon gezellig mee naar de schuur. Ook een hele goeie. Ja, sleutels mee. Ook een hele goeie. Anders kan ik niet in mijn fiets komen. Nee. Dus... Dat ga ik even doen. Sleuteltje. Ja, oh, tafel is weg. Ik zie het nou pas. Ja. Zo. Sleuteltje pakken. Sleuteltje pakken. Tegenaan, anders kom ik niet binnen. Zo, mensen, dit is mijn grote schuur. Dit is van een maatje van mij. En dan is vanaf hier, waar dit hier staat, daar is allemaal mijn troep. Allemaal van mij. Kastje en daar zit allemaal kerstspullen in. Eén fiets. Mijn oude fiets, mijn krot. En heb ik mijn step. Dan heb ik allemaal voorraad. Voorraad. Klutspullen. Ook weer voorraad. En ik heb een hele grote vriezer. Ja. Heb ik hier nog een hondenfietskar. En als ik daarmee ga, dan ga ik op deze fiets. Deze. Ik moet nog spekjes hebben. En dan moet ik nu. Spekjes. Ja, zal ik twee meenemen? Ja, wel. Why not? Zo. Nog meer meenemen? Weet ik echt niet. Hier nog een hoop vleeswaren. Nou, dat is het denk ik al. Ja. Ga ik weer mijn vrieskop opklappen. Zo. Ja. Zo. Ik doe even mee. Ga dan maar naar beneden. Naar de kant. Zo, en dan ga ik weer omhoog naar beneden boven toe. Toen ben je bezig met eten. Ja, ik ben bezig met eten. Ja,
Ik heb wel. Leuk eitje. Vind ik ook zo heel leuk. Die heb ik niet gemaakt. Nee, het zou het wezen. Daar ben ik ook nog steeds trots op, dat ik die zelf heb gemaakt. Zo, en jullie horen dus mijn moeder. Trouwens bezig om zijn schoonmama te helpen. En ik ben bezig dus met koken. Zo. Zo. Ik ga even de spekjes doen. Komt allemaal weer goed, hoop ik toch. De spekjes heb ik er dus in. En mijn recept doe ik altijd. Pak ik even terug. Doe de poeder. Zo. En currypoeder. Dan pak ik mijn deze lekker. Ik denk dat ik tegen wat licht te filmen. Helemaal top. En ik vind hier nog steeds zo lekker. Ik pak het hier maar even dat ik een curry over ga doen. Ja, een hele goede nacht allemaal. Het is nu bijna 1:30. Ja. Bij deze ga ik wel deze vlog afsluiten. Want ik ga zo meteen onder een D staan. Ik ga het maar niet vertellen. Want dan gaat deze dame ervan door. Want die vindt helemaal niks. Als ik die woordje noem. Ik heb Roma aan de telefoon. Ook weer sowieso. Wie anders? Het zal weer niet zo zijn. Nee, ik ga even onder een douche. Om het zomaar gewoon gelijk te zeggen. Nee, en jij hoeft niet door leed. Nee. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk of niet leuk? What else? Ik zit er niet mee. Maar misschien jullie wel. Maar doe een duimpje omhoog of omlaag. Het maakt me allemaal niet uit. Dankjewel voor het kijken, want je hebt wel gekeken. Dat sowieso. Want anders doe je niet een duimpje omlaag of omhoog. Dus, maar laat een reactie achter. Slecht nieuws of goed nieuws. What else? En ja... Vergeet dan ook niet te abonneren als je toch kijkt. Hey, tot morgen. Doei.